daarover gesproken, als we die even die stap zetten. Want het gebied voor deze gorillen, maar eigenlijk van heel veel van de dieren die jij fotografeert, die worden ontzettend bedreigd. En daar zie je het belang van de mens. En het belang van deze dieren loopt niet altijd gelijk op. Hoe kijk je naar die ontwikkelingen? Wat zijn daar op dit moment de grootste gevaren, maar ook de grootste... Nou, laten we daar even beginnen. Wat zijn nu de grootste gevaren als het gaat over natuurbehoud in Nederland of in de wereld? Jongen, dat is natuurlijk nogal wat. Toen ik begon met het verkennen van de wereld met mijn camera, dat is zo'n 40 jaar geleden. Als ik bedenk wat er in die tijd veranderd is, dan is dat ongelooflijk. Niet alleen ecologisch gezien, maar ook cultureel. Ik ben de laatste jaren begonnen met het opnieuw bezoeken van gebieden die ik eerder heb gedocumenteerd. In Galapagos, in Madagaskar, ga zo maar door. En dat is ongelooflijk als je ziet hoe snel die verandering plaatsvindt ter plekke. In dezelfde gebieden. En een van de dingen die ik herhaaldelijk heb gezien, is dat de erosie in kennis van een directe leefomgeving nog sneller afneemt dan de erosie in biodiversiteit. En dat die oorspronkelijke relatie tussen mensen en hoe ze hun leefomgeving benutten, die is cruciaal natuurlijk. Als je echt een lokale, als je een natuurbehoud en milieuversterking, als je die lokaal wilt opbouwen, dan moet je dat toch enten op de lokale kennis. En overal in arme landen zie je hetzelfde gebeuren. Veel te veel mensen, veel te veel spanning tussen arm en rijk. En natuurlijk chronische armoede die mensen ertoe drijft om dingen te doen die ze 20, 30 jaar geleden nooit deden. En dat is... die natuur die wordt overal uitgehold door mensen ter plekke. Maar er komen natuurlijk gigantische economische belangen overheen. Want neem het Amazonegebied. Dat wordt niet omgehakt door mensen die er ergens in een dorpje wonen. Dat wordt allemaal aangedreven door internationale belangen, door grote agribusinesses, die vaak ook hun handelswaar via Nederland weer de rest van Europa insturen. Dus het is wat er vroeger lokaal gebeurde, is nu een globale situatie geworden. En dus dat moet ook internationaal aangepakt worden. En daar komt dan nog bovenop dat de waarde van die oorspronkelijke natuur, die we zo'n 50, 60 jaar geleden voor het eerst gingen inzien toen het Wereld Natuurfonds is opgezet, omdat de rhino beschermd moest worden en ga zo maar door. En nu zien we natuurlijk wel in dat die waarde van die natuur niet alleen maar voor natuurliefhebbers is, dat het iets cruciaals is. Dus het is geen luxe, we hebben die natuur gewoon nodig, net zoals we lucht nodig hebben en zoals we water nodig hebben. En in wezen is dat hele... dat hele begrip van natuur waar ik mee ben opgegroeid, het is eigenlijk al een beetje een ouderwets iets geworden. Want ja, natuur en natuurliefde, dat is eigenlijk iets wat uit de Europese romantiek geboren is. En het is in wezen iets heel anders. En we hebben een aantal jaren geleden een project gedaan waarin ik dat probeerde te vertalen via beelden en verhalen. En daar hebben we bewust het woord natuur willen vermijden. Dus de titel van dat project is Life, a Journey Through Time. En ik vind dat we echt in een hele grote omwenteling zitten op dit moment. Veel meer mensen nu beseffen dat natuur geen luxe is.
En dat het, eigenlijk... dat het, ja, we zitten er allemaal gevangen in, die, in datzelfde netwerk van energie en grondstoffen en ga zo maar door. Het is onze collectieve bankrekening. En daar kunnen we rente van krijgen. Maar we zijn nu het kapitaal aan het, aan het uithollen. We nemen veel meer van die bankrekening af dan, dan wat we kunnen doen. En op een gegeven moment gaan we failliet natuurlijk. Ja, het is misschien te lang ook natuur als een soort van luxegoed gezien. Hè? Iets dat hoort erbij en dat is voor als je het kan veroorloven. En dat is mooi om naar te kijken of een foto te maken. Maar ik denk dat het besef nu wel breder is. Het is. We leven in een ecosysteem. En dat systeem zijn we aan het afbreken met elkaar heel snel. En dat is allereerst dat is een systeemcrisis. Maar als individuen dragen we er allemaal op onze eigen manier aan bij. De plopkap die ik hier heb, die is waarschijnlijk geproduceerd ik gok ergens in China, die weer hier naartoe is gekomen met grondstoffen die weer ergens anders uit de wereld zijn gehaald. We willen goedkoop en veel en meer. En dat houdt een economie in de gang die voor een uitputting van de aarde zorgt. Dit brengt mij wel even terug naar je oorspronkelijke vak. Om daar een vraag over te stellen. Want je zei, ik ben begonnen eigenlijk om natuur waarde te geven. Hè? Om ecologie en economie die systemen bij elkaar te brengen. Op wat voor manier zie je nu CO2-beprijzing, hè? Dat gebeurt nog niet. Maar daar snappen we wat we daar moeten doen. De grootste uitdaging die wij daarnaast denk ik hebben, of die minstens zo groot is, is het verdwijnen van de biodiversiteit. Welke ontwikkelingen zie jij nu om daar, zoals bij CO2, daar bijvoorbeeld ook een internationale prijs aan te hangen, zodat we het misschien beter kunnen beschermen? Ik denk dat het meest fundamentele probleem is dat we nog steeds geen waarde toekennen aan natuur zoals die is. En daardoor is het nog steeds mogelijk dat er door grote bedrijven en door mensen op allerlei niveaus dingen gedaan kunnen worden die onze collectieve bankrekening doet inkrimpen. En dat is waar ik me in wilde verdiepen. Op welke manieren kunnen we waarde toekennen aan natuur? Er zou eigenlijk een ministerie voor natuur en milieu moeten zijn die onze collectieve bankrekening beheert en die ervoor zorgt dat als er iets van de bank wordt afgenomen, dat daar iets voor terug gaat naar die bankrekening. En als je dat even doorvertaalt naar hoe we onze rekensommetje maken, ja, dat bruto nationaal product, dat is daar een bewijs van. Als je natuur en milieu verpest door bepaalde economische activiteiten, dan wordt dat opgeteld bij het bruto nationaal product. Dus dan, dat wordt dan, dat is dan goed, hè? Dan doen we het weer een stuk beter. En als we nu dingen moeten doen om die aantasting van ons collectieve leefmilieu weer om te buigen, denk eens even aan alle investeringen in schone energie en ga zo maar door. In wezen zijn dat reparaties die we eigenlijk nooit hadden moeten doen. Want als we dat leefmilieu intact hadden gehouden, dan waren al die reparaties niet mogelijk, niet nodig geweest. Maar die reparaties die nu miljarden kosten, die tellen we ook weer op bij het bruto nationaal product. Je krijgt eigenlijk, het is eigenlijk waanzin. De manier waarop we berekenen wat er nu echt waarde heeft en wat een schijnwaarde is. Maar om dat te veranderen, dat heeft natuurlijk nogal wat, dat kost nogal wat. Maar ik vind het echt dat we moeten gaan denken over op een heel andere manier die rekensommen te maken. Ieder bedrijf zou aan zijn jaarrekening zou die een component moeten toevoegen over het gebruik van grondstoffen, impact op leefmilieu. En we moeten dat gaan ombuigen. En zouden we nog verder moeten gaan? Waarbij we zeggen, maar dit gaat misschien wel heel ver. Wat we nu vaak doen is zeggen, bepaalde natuur behoort tot een land toe. Maar eigenlijk behoort de natuur aan ons allemaal toe. Hè? Het is echt onze gezamenlijke bankrekening.
En ik snap heel goed dat zeker ontwikkelingslanden voor een enorm dilemma staan. Kiezen we voor economische ontwikkeling die daarvan ten koste gaat? En dat is het makkelijke denken, zou je zeggen. Of conserveren we dat? Is er niet ook een grotere verantwoordelijkheid voor de internationale gemeenschap om voor al deze landen, zeker rond de evenaar waar de meeste van deze natuur aanwezig is, om die natuur te conserveren, moeten we daar ook veel meer de portemonnee voor durven te trekken? Waarbij we zeggen, nee, het beheer daarvan en de ontwikkeling van die landen is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Want wij betalen met z'n allen de prijs als de oerbossen worden gehakt of worden afgefikt. Dat vind ik wel. Als het principe is dat die aarde van ons allemaal is en dat het onze collectieve bankrekening is, dan moeten we daar ook aan bijdragen. Dus, en ik vind dat het principe om geld door te geven naar organisaties in Brazilië en Indonesië en in de Congo, dat noodzakelijk is. Want anders kun je niet verwachten dat mensen lokaal op hun niveau inzien dat het voor hen ook van belang is om daarin mee te doen in zo'n andere situatie. En je kunt natuurlijk ook niet van de overheid in die landen verwachten dat ze stoppen met ontbossing, waar vaak ook weer lokale economische belangen mee gemoeid zijn. Dus dat is gewoon de prijs die we moeten betalen. Die moet erkend worden.